Ik ben de MC van dit event. Ik heb er ontzettend veel zin in. Ik vind het heel erg leuk dat we er allemaal zijn. Dat alle klassen er zijn. Alle raad van kinderen. En dat de bedrijven er allemaal zijn. En ik ben heel erg benieuwd wat de andere raad van kinderen hebben gedaan. Dat vind ik echt super leuk om te weten. Waar ik heel erg in geloof en wat ik zie, is dat eigenlijk op alle plekken in de wereld, als je kinderen maar de ruimte geeft om zelf na te denken, dan kunnen ze dat allemaal. Kom mee op een zorg van Maastri, Goosje, Tjeki, Mediano, Formaat, Iduradier. Moet hier buiten de raad van kinderen nog veel met een mening van kinderen? Ja, ik luister in meerdere omstandigheden naar kinderen. Maar dit was een georganiseerd proces waar je echt concrete ideeën krijgt om iets mee te doen. En vindt u dat de kinderen met goede plannen zijn? Jazeker, echt briljante ideeën. Dus die kijken ook naar complexe problemen, vooral in de toekomst. Kijken ze daar met een ander perspectief naar. Die Haro Koninklijke Hoogheid, Prinses Laurentien, minister van Economische Ontwikkeling, meneer Ruggenaat en genodigden. Mijn naam is Josh Martinez, ik ben 12 jaar en ik zit in groep 7 van Fatima College. Wij zijn de Raad van Kinderen voor MEO, ministerie van Economische Ontwikkeling. Toergroep over de TACO, A1 job. No es eso, más hay ideas de que nada presentando otro grupo, como este cambio, gana, se quedan acá. Hopi, bon, pensé en la cosa, no es bon, entonces esto estamos tremendo. Hopi, great, va bien. Seguro. Dit is de soort van denkkracht die we later ook nodig hebben. En om later innovatieve dingen te kunnen doen, om politici te kunnen worden, op basis van bedrijven te kunnen worden. Dus this is just the beginning. En de allerbelangrijkste zijn jullie, Raad van Kinderen. Ik hou van Curaçao, ik hou van jullie en ik ben jullie innig dankbaar. En vanavond, als ik uitkijk over de mooie zee rondom Curaçao, dan denk ik dat die ene traan een heel klein beetje over mijn wangen gaat dichten. Dank jullie wel.